shit, maar ik moet er maar het beste van maken. En liever werk je niet, maar ja, ik kan niet zonder knaken. En voor vrienden heb ik niet meer op de beat, ben ik met 16 maanden. Yes, yes, indeed. Ik sta hier tegenover een artiest die de show mocht openen. Ik zou zeggen, stel jezelf even voor de kijkers. Mijn naam is Joos, 23 jaar, geboren in Groningen, opgegroeid in Assen. Te gek. Een hip-hop artiest. Hoe vond je eigen show eigenlijk gaan? Ik vond het lekker gaan. Het publiek ging los, jullie gingen los. Dus iedereen zei, het is een knalshow, dus daar doe ik het voor. Ik vind het een heel goed initiatief. Ik denk dat er vooral in Groningen, het noorden, weinig hip-hop aanbod is. We hebben veel dance scenes, house, urban. Maar de echte hip-hop feestjes, die missen nog een beetje. Die ontbreken wat mij betreft. Dus ik vind het dope het te doen. En Joe Kickass, hoop programma, dus alleen maar dope, kan alleen maar dope worden. Dus ik hoop dat het groter gaat worden en we'll see. Ik heb een paar tracks eerder gereleased. Ik was eigenlijk op zoek naar een betere live show. Ik heb sommige tracks zijn wat rustig. Dus ik wil een goede opbouw hebben in de show. En ik heb even wat beats gezocht om een echte knalshow te krijgen. Wat energieker. Dus zodoende. En sommige dingen zijn gewoon niet gereleased. En of het gaat gebeuren is de vraag. Dat is puur voor de live performance. Maar even los van dat, Joos als artiest. Wat kunnen wij verder van jou verwachten qua muziek? Ik ben sowieso bezig met 2 EP'tjes, los van elkaar. Eentje zo met Melamain. Eén met de andere producer, kan ik niet te veel over zeggen. Ondertussen ben ik bezig met de mixtape. Beats die ik dope vind, koop ik, krijg ik, schrijf ik gewoon. En ik heb eigenlijk het laatste jaar veel tracks gedropt. En ik hou het nu even wat rustiger. Mensen weten nu wel wie ik ben, mensen weten wat ik in huis heb. Dus ik ga echt nu op zoek naar een goede live show. Dat die goed staat als een huis. Ik kreeg me op grote prijs. Ik heb boekingen als host, MC, crowdhyper, dat gaat lekker. Dus wat ze kunnen verwachten is gewoon vooral een goede live show. En ik ga gewoon knallen en ik drop vanzelf iets als ik er klaar voor ben. Yes. En voor de mensen thuis, als ze MCO's willen opzoeken, waar kunnen ze jou het beste opzoeken? Facebook.com/MCO's, ik zeg het wel goed. Daar kan je gewoon alles vinden. Dan wil ik je even bedanken voor de tijd. En veel succes wensen met jouw carrière. En met de Grote Prijs van Nederland. En wie weet komt dat vast wel voorbij. We'll see. Thanks. Dankjewel. Dank jullie wel. Sowieso. We gaan nog een biertje drinken. Is cool. Ja. Wil je nog wat zeggen tegen de kijkers thuis? Tegen de kijkers thuis. Kijkers thuis. Ik doe mee in de Grote Prijs. Dus als je het doof vindt, als je mijn muziek doof vindt, check het even uit. Facebook.com/MCO's. Dan kan je de rest vinden. En sowieso, fijne avond, fijne middag, fijne ochtend, wanneer je dit kijkt. Dus peace out.